beginnen. En wat zei je net? Zei je iets met Tori of zo? Wat betekent dat? Eikel is het ook. Hij is zo'n bloedzuiger. Is het, hier moet ik echt niet verkeerd draaien. Nee. Dit is helemaal ziek, hé. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Oh mijn god, hé. Ook nog die vingers van hem. Dit is echt een volwaardige gym gewoon. Dit soort details vind ik dan wel echt heel vet. Let op. Dat is een zakbreed, Nou, hé, iedereen welkom bij een nieuwe vlog. Ah, krap, mijn kuit. Hij wordt oud. Omhoog. Oh, maar film je echt, of was het? Ja, ik film. Oh, je filmt wel. Tuurlijk film ik. Anders moet je het opnieuw doen. Dat is kut. Heb je een beetje kramp, jongen? Lekker hoor. Heerlijk. Heerlijk. En die oude vindt hoor. Ik krijg een kramp. Zo, we begonnen de dag lekker met een fris duikje. Nu gaan we lekker eten met de mannen. Zo, hebben jullie trouwens het nieuws al gezien deze ochtend? Nee. Ja, ik ook niet. Wat een mannen. Hé, hey, mannen. Hebben jullie het nieuws gezien dan, gek? Wat dan? Hebben jullie het gezien al? Wat dan? Ook nieuws. Nee, ik heb het ook niet gezien. De nieuwsgierigheid bij mensen is dan mooi. Dat ze gaan gelijk allemaal helemaal in aandacht. Ja, dat is niks. Hey, Bilal, jij hebt wel lekker geslapen, toch? Heerlijk. Oh, een paar uurtjes, zeker 10. Klinkt als ik. Deze guy haal gewoon door. Ik haal hem helemaal door. Deze gast is al gewoon 48 uur wakker. Lekker een zeetje erbij, lekker man. Hij gaat gewoon door. Heerlijk. Maar ben je een beetje, hoe zeggen jullie dat, blem nu? Of ben je dat niet? Ik ben wel blem nu, man. Ja? Zeker. En wat zei je net? Zei je iets met Tori of zo? Wat betekent dat? Wat de? Tori. Tori? Ja, wat is dat? Yakitori. Yakitori. Ja, doe er maar 2 alsjeblieft. Dat is eten. Nee. En wat betekent dat? Ik wil dat weten wat dat Tori betekent. Tori is verhaal. Tori, Toriyaki. Oh, ik denk dat is verhaal. Verhaal. Oh, zie, ik moest even verhaal halen. Je moest even verhaal halen. Wauw, wauw. Kijk eens even al dat eten, jongens. Hey. Oef. René, hoe noem je zo'n beest als die ziek is? Een hoester. Dankjewel dat jij wel even. Kijk, daar is je eten. Zo lekker, hè? Vind je dat ook lekker, een sandwichje, René? Nee, daar hou ik niet zo van. Jawel. Jouw sandwichje. Dan zal ik jouw sandwichje maken. Nee, maar dankjewel. Terzij de bacon bij zitten, vind ik het lekker. Ik spek. Man, eet smakelijk. Yes. Jij gaat gewoon weer door. Hij eet zijn oesters op. Hij zegt, ik ga weer feesten. Ja, ik ga weer weg, man. Ja. Ik ga weer vandoor. De mobiel gaat vandoor en wij gaan zo meteen naar de grootste villa van Ibiza. Hey, dat is leuk. Wauw. Ik ben heel benieuwd. De grootste villa van Ibiza. Ja. Waar is die dan? Ja, dat weet ik niet. In zijn achtertuin. Ja. Ik zoek nog een tuinman toevallig voor die tuin. Maar dit, nog een goeie? Maar ja, maar dit keer een goede prijs. Nog 2 weken, ja, dan gaan we beginnen, René. Derde week van juni. Ik weet niet eens welke datum het is. Wel swipe opgedaan, toch of niet? Nee, dan moet je eerst wat van de prijs doen, hè. We gaan het hotel verlaten en we gaan mee met Tim. Die woont op Ibiza. Hey Tim! Yo! Lekker, hey, dit is helemaal tos maatje van Brian. En we gaan bij hem verblijven, echt super dik wordt dat. Dus we gaan nu de auto's pakken, gaan we er vandoor. Ik heb hem niet gemolpt. Koffer! Ik heb hem wel gemolpt. Dit vind ik ongeluk, maat. Nee, maar we gaan de auto pakken. Wacht even. Hij trekt die koffer zo, vol jas die hem alle trappen vanaf en het is nu per ongeluk stuk. Ja, maar dan moet de koffer toch tegen kunnen. Ik hoop dat ik een sponsoring vind met een koffer die alles kan hebben. Je krijgt een nieuwe koffer van mij. Koop ik ook echt gelijk voor mezelf. En hij is zo zwaar, die van Brian. Ja. Allemaal haarspray, allemaal van die literflessen. Ja. En zijn nachtcremmetje. Ik kan nu niet gebruiken, want het is pijn als ik haar laat. Ja. Dan hebben we zo nog een uitdaging, want we moeten dus een berg oprijden. Alleen die berg is blijkbaar best wel lang en het is onverhard. Met heel veel kuilen, dus ik ben benieuwd of we het redden. Dat we niet de bumper gaan schaden, maar we hebben een noselift. We gaan het zien. Jij rijdt met mij mee? Ja. Top. Gezellig. Brian, normaal doen, hè? Heb jij een sleutel? Heb jij mijn oude sleutel? Nee, ik vraag of jij je eigen oude sleutel hebt. Jij hebt mijn oude sleutel. Ja, dus waar ga je heen dan? Een eikel is het ook. Hij is zo'n bloedzuiger. Is het niet dat? Het lijkt al. Nee, Brian, dit meen je niet. Wat? Heb jij hem stiekem in mijn zak gedaan? Jij hebt hem wel. Jij hebt hem stiekem in mijn zak gedaan. Hè? Ik voel het. Jij hebt hem stiekem in mijn zak gedaan. Heb ik gewoon weer niet doorgehad. Echt een klein crimineeltje, jongen. Hij kan je zakken rollen, je hebt het niet eens door. Iets in of uit je zak halen. Oh, tramalanti, motor is bevroren. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat, jongens. Kijk, oh. Dit is gewoon in een woonwijk, maar... Kijk dan. Kijk hoe deze weg loopt.
Al die kuilen, gaten. Dit valt nog mee, hè, dit stuk. Dit valt nog mee, dit stuk, zegt hij. Maar rijden we gewoon achter jou aan? Of rij je met me mee? Begeleid je mij? Ja. We zijn ook in één keer kuilen waar we echt niet doorheen komen. Of gaat dat meevallen? Nou, er zijn wel wat kuilen waar we echt mee moeten sturen, ja. Kijk, GoPro op mijn spiegel. Dan kunnen jullie gaan zien hoe we gaan stunten met alle kuilen. Veel mogelijk naar links. Veel mogelijk links? Rustig aan. Oh, dat was hem al. Veel mee. Oh, het is helemaal diep, hè? Ja. Dit valt allemaal nog mee. Dit valt nog mee? Ja. Ik vroeg dus aan Tim, kan je dit gewoon niet hard maken? Maar dat mag dus niet, want het is natuurgebied. Nee, we willen het heel graag, maar het is nog een beetje lastig. Oh, dat gaat best wel goed. Ja, gaat best wel goed, hè? Tot nu toe. Maar hoeveel sportieve auto's die laag zijn, zijn hier al de berg op? De meeste mensen durven niet. Nee? Ja, hij doet het gewoon, hè? Zo, ja, hier zitten wel echt lijpe kuilen in de weg. Ja, maar hier moet je gewoon eventjes goed sturen. Kijk dit dan! Is dit niet gewoon een, hoe heet zoiets? Afvoer. Een afvoer, ja. Ja. Hier moet ik echt niet verkeerd draaien. Nee, maar als je dat in het midden houdt, komt het echt goed. En dan stuur je hem daar zo een beetje zo, weet je wel? Hier, dit is... Ja, film me hoe erg deze weg eruit ziet, hoe wij dit doen. Aan de zijkant. Yo. Kijk wat er nu aankomt. Ja, best wel stukken. Veel meer dan je denkt. Ja? Ja. Mooi, hè, zo'n neuslift. Zo'n neuslift? Ja, voor neus, die heb ik ook nodig. Oké, ik ga weer verder rijden. Misschien dat we nu een schaapje krijgen. Heel zachtjes luisteren. Ik heb anti-sliplaag onder. Oh. Nee, hij redt het gewoon. Dat ook niet, hè. Lamborghini, hoor. Ik ga daar weer voor maanden. Die Italianen doen het toch wel goed, hoor. Dat is een wonder. Dat is echt een wonder, ja. Hoe lang is deze weg? Hoeveel meter? Nu nog een keer deze afstand. Oké, okay, we hebben denk ik nu hoeveel meter gehad? 100? Ja, 150. Aardig opritje. Ja, dit is nog niet ons oprit. Die komt nog. Oh. Dit is gewoon de weg. Ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten. Ik heb één foto gezien van het zwembad, voor de rest helemaal niks. Nee. Dus ik heb echt geen idee we gaan zo wat zien. Ik moet verwachten. Oh ja, daar was die. Ah, of was dat mijn wiel? Nee, dat is je wiel. Het zijn mijn wielen, ja. Gips zoeken. Ja. En daar staan we dan, mijn groot hek. Ik ben heel benieuwd. Is gewoon verhard. Oh, mijn wekker gaat af. Vlog moet alleen zo. 10 van 5. Ik hoorde van Brian, ik weet niet of het klopt, dat er 1 kilometer hek omheen zit. Ja, klopt. Lul niet, het is zo groot. Ja. Mag ik ook weten hoeveel vierkante meter het is? Het is 2 hectare, 20.000 vierkante meter. Pop. Jezus. Dus het is allemaal eigen hek. De tering. Ja. Wat ziek, joh. Overal bewaking, hè? Ja. Ja, van 40 camera's of zo. Zo, de knetten, ja, hier dan zang overal. Nou, dat moet ook wel natuurlijk. Viezigheid is ook volgens mij een probleempje. Huh? Wow! Oh, ja, omdat jij voorreed, ja. Nou, dit is niet normaal. Ja, maar oh, dit is een sticker. Ik schrok, hé? Nee. Ik schrok. Ik denk, wat is dit? Wat is die sticker? Van die Shrek. Maat, niet normaal. Gelukkig zit hij helemaal in de steenslagfolie. Helemaal stoffig, dat ding. Shrek niet moet hoesten. Nee, maar hij is wel mooi zo. Hij past er wel goed bij, hè? Ja, want jij zegt klopt niet, hè. Jij zegt kom door mij. Maar de voorkant is niet zo. En de zijkant wel. Het is gewoon van de rij. Dit is, maar wat is dit allemaal dan? Is het allemaal wonen of is het garage? Dit is de gym. Dit is alleen de gym. En daar nog een appartement en garage. En de security. Hij gaat tour doen. Dit is de voordeur. Hier, dat is de why. Ja, welcome to MTV Cribs. Gaaf. Ja, Tim is dus kunstenaar. Dus die maakt echt enorm vette kunst. En heel veel wat hier hangt, is er als goed is ook van hem. Maar Tim, als ik binnenkom, is ook allemaal van jou dit. Oh, dat is niet van jou. Dit dan? Dat is van mijn broer. Dat is van je broer? Ja, deze van de tafel is wel van mij. Kijk, dit vind ik dus heel vet. Deze hebben jullie ongetwijfeld misschien wel bij wat mensen langs zien komen, deze tafels. Zoals bijvoorbeeld Bram Krikke. Echt een partytafel gewoon. Kijk maar wat er allemaal in ligt. Gaaf, hij maakt die met epoxy. Vet is dat, hè? Dus wauw, wat een view, hé, Tim. Sick. Wauw, wat is dit gaaf. Kijk, dit is ook een tip. Deze. What the fuck, hè? Oh, dit maakt Tim ook. Gaaf, hé. Zo'n koffer weegt dus iets van 40 kilo. Ja, ik heb er ook nog één liggen, dus die... Die kunnen we even optillen. Kijk naar het zwembad, bro. Daar gaan we naar. Oh mijn god, ja, maat. Ik weet niet waar ik filmen moet. Wacht even. Waar is mijn koffer nou? Dit is gaaf. Hij is gestolen. Strak geld. Ja, die moet ze betalen. Wat een woonkamer ook, man. En ik zie een hele lounge set buiten en zo. Ja, buiten hebben we helemaal jacuzzi en lounge. Oh, maak je die ook? Ja, de telefoon mag ook. Telefoons. Zo, dan moet je niet op gaan zitten. Wow, hè? Huh? Hoeveel kilo is dit? Dit is gewoon 20 kilo. Ja, nee, het is iets van 8 kilo.
8 kilo, oh. Ja, ik gym al lang niet meer. Maar ik ben een koffer kwijt. Die staat op tafel. Hier, kijk, zijn naam staat ook op. Tim. Brian, give me the suitcase right now. Give it to me right now. Ik ga mijn vrienden bellen. Ja, dit is, dit is hoe vroeger mensen belden, gewoon, hè, dit soort telefoons. Deze is wel lichter, denk ik. Ja, veel lichter, gek. Hey. Ja. Hey, hoe kan deze zoveel lichter zijn? Ander metaal. Deze is brons en die is van aluminium. Oh, is echt brons? Ja. Deze is aluminium. Ah, deze aluminium is een van de lichtste metalen. Deze moet je even optillen. Zo, deze is vet, hé. Die moet je tillen. Maar kijk, je hebt natuurlijk bij kunst heb je heel vaak dat mensen zeggen, ja, er zijn een paar spertels op een doek. Maar dit vind ik echt kunst. Dit vind ik zo gaaf, dit. Kijk dan, hé. Is het een echt onklaargemaakt pistool? Ja. Wat is het? Een Walter? Ja, dat weet ik niet meer. Nee, het is ik heb zoveel van die dingen gehad. Ik ben vergeten welk merk het is, sorry. Even kijken. Ja, het is goud. Is dat ook echt goud? Nee. Ik ben wel bezig met het project dat ik er echt goud in ga gieten. Ja? Dat heb ik nog niet gedaan. Nee, ja. Het zit er nog aan te komen. Zit ook in de pijpleiding. En dat ligt ook aan de klant? Of soms maak je iets gewoon zelf? Of... Ja, als het echt goud is, is zo'n staafje gewoon 1000 euro alleen al. Dus... Ja, dat wordt het dan heel kunstwerk. Ja. Heel veel kunstwerk. Gaaf, hè? Ik vind ook vet al die zwevende diamantjes en zo. Ja, hoe de fuck krijg je dat zweef-effect? Dat is niet zo makkelijk met epoxy. Ja, dat is een beetje een technisch verhaal, maar ik giet natuurlijk in laagjes giet ik het op. Ja. Dus dan elke keer als je een nieuw laagje doet, dan doe je gewoon weer spullen erin. En een laagje. Maar normaal krijg je dan toch, dan zie je dat toch als je meerdere lagen doet? Als je aan de zijkant kijkt, zie je het. Nee, omdat dit zeg maar rondloopt, zie je het niet meer. Maar nou, het is je vak ook natuurlijk, je hebt het uitgespeeld inmiddels. Ja, maar bij die tafel zie je het wel. Dus als je aan de tafel aan de zijkant kijkt. Ja, hier staat er nog één. Ja, dan kun je hier kun je, zeg maar, dan zie je de laagjes. Dat is een beetje vies. Oh ja, maar dan moet je wel heel goed kijken hoor. Nee, maar je kan het wel zien. Ik heb wel eens vaker mensen epoxy zien doen en dan zie je echt heel erg heel hard die lagen. Maar dit is gewoon mooi weggewerkt. Nee, daarvoor is hij ook kunstenaar natuurlijk. Ik eis dat jij dat ding een keer optilt. Ik was echt verbaasd. 40 kilo. Niet aan het handvat. Hè? Niet aan het handvat. Niet aan het handvat? Nee, want ik kan niet afbreken. Dus die is echt voor de sier. Nou, of... Ja, zo als gek. Als je hem zo ligt... Wow. Ja, zwaar jongen. Zeg maar wanneer had ik zat dat het alles. Je moet je best doen. Je moet hem gewoon niet laten stuiven. Oké, dit is maar... buiten kijken? Ja? Maar die suppressor is ook echt. Hè? Die demper erop. Op die... Ja. Sick, hé? Ja, vet hè? Buiten kijken. Nou, dit is dan de keuken. Niet normaal hoe lang die keuken is. Hoeveel meter is dit? Meter of 5? Zoiets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en een beetje. Goed ingeschat. Ja, en dit is helemaal ziek, hé. Ik heb nog nooit zoiets gezien. What the pauper fuck. Oeh. Bijna rond. Ja, ik zit alleen maar gewoon... Dit is ziek, hé. Infinity pool. Als je er ook in ligt, is het ook heel vet. Dan heb je echt het gevoel dat je zo... Maar we gaan erin liggen als je drone shots gaan maken, toch? Ja, is goed. Kijk, het hangt gewoon boven de grond. Ja, het zweeft. Wat een constructie. Een infinity pool. Echt gaaf, hé. Ze hebben net het huis geschilderd, weet je hoe lang ze bezig zijn geweest? Nou? Weken. Ja, maar hoeveel liter is er doorheen gegaan? Ja, ik heb geen idee, maar ze zijn met z'n drieën zijn ze echt weken bezig geweest om alles weer wit te schilderen. Dat was echt niet... Ja, want kijk hoe groot dit is. Je hebt ook een verdieping hier beneden. En hier op Ibiza, het is elke mei, juni komt er allemaal Sahara zand overheen. Dat is alles bruin. Ja. Alles weer... Ja, het is onderhoud zo'n huis, onderhoud. Ja, het is zo groot dit, dat vind je het gek dat ze zo lang bezig zijn. Maar ik denk dat we de drone even de lucht in moeten gooien. Dan krijgen we een mooi overzicht en dan toeren we hem verder. Goed kijkt in de verte, zie je Formatera liggen daar zo. Van de eiland. Dit is gewoon lopen. Je blijft lopen. Wat we allemaal meemaken, die Brian en ik, jongen, deze Ibiza trip. Het is gewoon niet te geloven. Van Amsterdam to Ibiza met Streetgasm. Dat we dit allemaal meemaken, ouwe, is niet normaal. Dames en heren, vergeet niet te abonneren. Wat een fucking nieuwe content. Dit is gewoon... Er komt ook nog zoveel aan de komende tijd. Binnenkort ga ik voor het eerst met het privéjet op reis. Ik kan er niet over uit komen meemaken. Dit is ook gaaf. Kijk. Tering. Tuintje hier zo. Maar dit is... Moet ik... Hè? Jacuzzi in de hoek. Nou. Ik kan je 10 families kwijt. Kijk. En daar zie je Ibiza stad liggen. Wat een uitzicht. En de haven helemaal. En zie je daar in de verte zie je het vliegveld. Achterin.
Wat lijp. En als je hier zo kijkt, zie je allemaal dikke villa's liggen. Maar dat is helemaal niks vergeleken met dit dan weer natuurlijk. Weet je toevallig ook hoeveel vierkante meter het is? Ja, 1200. 1200 wonen? Ja. De architectuur is ook een vet. Het is van een Belgische architect. Ja? Die heet Erpicum. En die heeft dus overal eigenlijk die twee daar tussenin, die stalen platen, die houden zeg maar dit dak omhoog. Dus het zweeft aan die kant. Je bedoelt deze stalen platen? Die daartussen, zeg maar. Die wit zijn geverfd. Ja, die lopen zo door. Ja, die zijn wit geverfd. En dit is eigenlijk een zwevende plaat, want die steunt ook weer op die pilaren daar. En daar zweeft het ook weer. Dus het zijn allemaal soort zwevende platen van... Maar het is wel heel modern, want uit welk jaar komt het? 2000. Uit 2000, ja. Oké, ja. Maar het is ook vaak gerenoveerd en jullie hebben er veel aan gedaan, ik denk wel. De hele tijd, ja, dat blijft. Maar blijf je niet gewoon altijd bezig? Is het niet gewoon elke dag een klusjes, man? Ja. We hebben twee mensen die hier constant gewoon bezig zijn. Hier met schoonmaken en met buiten de tuin en plusjes doen. Ja, lijp hoor. Maar ja, grenst het ook allemaal aan de zee dan? Nee, dat niet. Nee, maar dat is te hoog denk ik hier, hè? Ja, te stijl. Te hoog. We zitten echt op 150 meter of zo. Ja, vet hoor. Ja, toch wel hè? Als je zo kijkt dan denk je, ja, ik zit wel hoog, maar 150 zo... Als je naar de bootjes gaat kijken, dan zie je in één keer hoe hoog je zit. Ja. Het is gewoon best wel ver en laag. Kijk, veiligheid is natuurlijk ook belangrijk. Als je goed kijkt, alles kan ook hermetisch afgesloten worden. Gaaf is dat, komt gewoon. Kom je nooit meer erin. Of de raad. Ja, of de raad. Ja. Je krijgt zo'n MTV Cribs momentje dat mensen achter je aanlopen. Ja, we lopen achter je aan zo. Hey, wat vind je van die bank? Hoe fucking groot die bank is? Ja, dit maat. Maar ook, ik vind het vet dat het een soort hout is of zo. Ja, dat is hetzelfde hout als de tafel. Dus dat is helemaal uit één boom. Mijn broer heeft hem ontworpen trouwens. Oh, wacht even, ik zie nu pas dat hij doorloopt. Ja, dat doen we door. Dus de bank is 11 meter. Hé, hey, dit is ook gaaf hoor. Gekke weg, hè? Gewoon 11 meter aan bank, is toch ziek? 11 meter aan bank, hé. Wow, die tv is groot. Dat zou je bijna niet zien door die, hoe groot die woonkamer is. Wat zo'n plant is. Zo'n plant past niet eens in mijn huis, joh. En die is bijvoorbeeld ook voor mijn broer weer. Oh, allemaal kentekens. Allemaal Amerikaanse kentekens erop. Wat gaaf ook. Lachen, hè? Vette kunst, hé. Oh, hier een Amerikaanse vlag. Ja, mijn broer die schildert heel veel vlaggen. Dus ook Amerikaanse vlaggen. Vet, hoor. Kijk dan, dus die bank is gewoon twee keer. Maar al dat hout is uit één boom. Ja. Flinke boom geweest, sequoia boom. Ja, ik weet niet waar we die ook weer vandaag getrokken hebben, maar dat was wel helemaal gecertificeerd en zo, dat was heel belangrijk. Ja. Je mag niet zomaar bomen... Kappen. Nee, kappen. Maar ja, het is één grote boom gehaald. Zo, de knetter, hé. En dan naar benedenverdieping ook nog, en wat daar zit, daar gaan we een beetje van schrikken, denk ik. Ja. Oh, ook nog boven, ja, kijk. Boven, en buiten. Dus is dit waar jullie lekker gaan checken? Jullie mogen ook allebei een eigen kamer nemen. Eindelijk. Hoef ik eigenlijk niet tegen Brian aan te kruipen. Het is niet helemaal opgeruimd hoor, maar ik heb hier een goede view. Zo, hier word je wakker met een view, kijk, dan krijg je gelijk het zwembadteam, jongen. Vet hoor, hé. Wil jij deze kamer, Brian? Badkamer. Daar is de badkamer. Oh, zit er ook nog bij. Natuurlijk. Ja, nou ja, eigenlijk weer gewoon douche. Ja. Ik slaap de hele verband. Lekker douche. Ik heb sushi met douche, joh. En als je even scheiden, dan kun je dat hierin. Lekker scheiden, dat moet ook gebeuren. En overal zie ik ook Marilyn Monroe hangen. Heeft dat een reden? Nee, dat is van een andere kunstenaar. Van Andy Warhol. Dat is inderdaad gaaf. Ja, nou, Marilyn Monroe, hè, blijft een sexy koon. Nee, ik word er wel een beetje stil van. Ik vind dat heel indrukwekkend, man. Mooi, hè? Ja, en hier nog een kamer, ja, mezelfde. Mijn kamer. Oh, dit is jouw? Hier slaap jij? Hier slaap ik altijd. Hij wil deze view. Ja, boven je pizza stad, hè. Ja, dat is super mooi. Ja. Omdat hij altijd hier gaat drinken en dan kan hij hier naartoe. Precies. Kan hij gelijk crashen gewoon in zijn nest. Ik vind het mooi dat je hier zo omhoog kijkt. En dit is de badkamer van de bovenslaapkamer. Oké. Okay. Dus hier kan je naar boven of naar beneden zwevende traptreden. Is ook gaaf. Komt weer dat zwevende effect erin terug, hè? Van die traptreden. En hier is het helemaal open. Ja, dus dan kijk je de woonkamer in. Weer kunst. En hieronder ook weer open, dat je dus vanuit de slaapkamer ook weer naar buiten kijkt. Hey Marilyn. En dit is ook een gastenverblijf. Nee, dit is de main bedroom. Dit is dus die badkamer. Die kassen zijn groter, lijkt wel een huis, man. Wow. Chill die spiegel, Brian is perfect voor jou uit de tijd. Dit is ook dik. En weet je stoombad? Weet je dat ik ben hier eerder geweest en dit is de eerste keer dat ik het zie. Wat is het dan? Stoombad. Turk stoombad? Ja. Lekker hoor. Dan heb ik kunst. Naar een normale douche. Het zit een kluis. Oké, dan loop je door. Dan heb je hier zo. Weer een kamer. Er zit echt niks in voor de mensen die het willen zien. Hij is gewoon open. Er zit niks in. Kijk hoe dik die deur is. Ja. Gewoon mooi. Moet je voelen hoe zwaar zo'n deur is trouwens. Zo. Die hebt hem ook gemaakt. Maar dit uitzicht is ook niet mis trouwens hoor. Hey. Je kijkt zo ook op een berg met allemaal woningen en een mooi baaitje zo. Ja, vet toch?
die hebben dus zonsopkomst. Nou, daar komt de zon op, ja. Dat is oosten. Nou, trap naar beneden. Je weet de tafel echt dik. Ja, de tafel is vet, hè? Zeg maar, het is één stuk van een boomstronk. Ga maar naar beneden, en dan ben ik heel benieuwd, want ik hoor een bioscoop, een indoor zwembad, weet ik het allemaal. Een game room. Kunnen we poelen doen? Wauw, joh, hé. Een voetbaltafel, dat vind ik zo leuk, voetbaltafel. Ja, kun je nog werken. Poelen. Maar dit is gewoon ook helemaal een beetje een partystijl-achtig. Het lijkt wel of je hier een soort DJ-boot kan neerzetten ofzo. Oh, fucking vet, hé. Nou, daar zijn allemaal normale slaapkamers. Dus dat is blijkbaar niet speciaal genoeg, de ankerkast. Gaan we door. Ik ruik hem al. Het geeft echt zo'n cinema lucht. Of iets. De home cinema. Gewoon een home cinema hier zo. Oh mijn god, hé. Het is ook echt een cinema. Maat. Kijk. Die stoelen zijn nog veel luxer dan in normale bioscopen. Dat heb je dan thuis. Vet, hé. Fuck, een groot scherm. Ja, hier kijk je gewoon. Hoeveel inch is dit deze? 150 inch of zo? Ik heb geen idee. Groot. Popcornmachine ook? Ja, popcornmachine erin. Popcornmachine erin. Beetje donker hier natuurlijk. Mega beamer hangt daar. Ik brei niet in slaap vallen, dus er wordt helemaal relaxie van, denk ik. Oh ja, wat is dit? Waarom ben ik omhoog? Oh, dan kun je die tafel uithalen. Dus een tafeltje bij. Wat? Het is gewoon een tafel? Ja, dat is gewoon een tafeltje en die kun je hier inzetten. Ja, oh. die past niet. En dan kan je gewoon eten en drinken. Ja. Nou, en dan zit je zo. Dat fucking vet, joh. Maak je hier veel gebruik van? Ja, heel veel. Ja? Ja. Ik denk het. In de winter. Als ik hier in de winter ben, dan is het minder mooi weer natuurlijk. Waanzinnig, man. En dan zit je hier heel veel films kijken. Vet, hoor. De geluidsinstallatie hier is ook echt niet normaal. Bengel Olufsen, kijk dan. Dit vind jij wel dik. Dit is ook van Tim. Dit is dat mijnbouw, weet ik veel wat. Oude aandelen. Maar daar maak jij ook gebruik van ouderwetse voorwerpen gebruiken, ja, en zo. Ja, vet. Ja. Ja. En mij heel veel daarop geïnspireerd. Maar dit is dan bijvoorbeeld een script van mijn oude mijnbouw. Ja, het is een oud aandeel van mijnbouw. Gaaf, hoor. Yo. Oh, bij een keer ruzie met de muur. Ik heb al ruzie gehad met een grot. Ja, met je voorhoofd helemaal verrot. En wat is hier nou weer? Dit is een zwembad. Ik ruik al chloor, ja. Ook nog een binnenzwembad, hé. Ja, dat is perfect voor de winter. Ja, dat is heel chill. En hier spelen mijn neefjes dan veel en zo. En de kids fantastisch. Ja. Buiten, dus en verwarmd natuurlijk ook. Verwarmd, ja. We zetten hem dan meestal op 35 of zo, 34 graden. Oh, ja, lekker, hoor. Dat is bijna jacuzzi temperatuur. Ja. Op naar de sportschool. Ja, nu gaan we het laatste deel nog even kijken. Ja, vet. Sportschool, daar ben ik helemaal fan van. Ik doe het de laatste tijd eigenlijk te weinig. Ik moet het weer even oppakken, maar ik ben alleen maar op pad, joh. Ik ben wel een paar kilo afgevallen, ik heb er zo hard voor gewerkt, maar ondankbare sport, hè? Je lijkt ook op een pad, nee. En dan gaat hij de deur openmaken voor de gym. Wacht even, hoor. Holy fuck. Ja. Hier kan je gewoon mensen een sportabonnement laten nemen, gek. Ja, dit is echt een volwaardige gym, gewoon. Hierachter ook dat is nu een slaapkamer. Dat is nu een slaapkamer. Was jij dan klaar? Ook voor de verhuur, of niet? Ja, voor de verhuur. Ja, ik vind het verschrikkelijk dom dat dit er zit, maar zit. Ja, het is niet anders. Bankdruk, alles gek. Met een viewway. En dan daar dus vier douches, twee wc's. Beide kanten. Is hier gewoon een sportschool? Ja. Ja, wat goed. Zal het zien, toch? Hey. Ja, doe je wel eens cardio of krachttraining? Krachttraining is wel zo. Ja. Dat heb ik nu weer een paar maanden laten liggen. Ja. Maar deze winter heb ik hier drie maanden ook nog wel gezeten. Bijna. Lekker, man. Lekker fit worden. Ja, dat is wel lekker. Ja, waanzinnig. Deze ga ik wel gebruiken. Deze ga ik wel gebruiken, liefst elke dag. Ja, toch? Nou, ja, vet. Dat kan. Daar is het voor. Vet, hoor. Nou, hier blijven wij dus een paar dagen slapen. Fucking leuk. Ook vet dat ik het allemaal mag filmen. Ik ben helemaal onder de indruk, joh. Laat je nog even de rommel zien daar. De rommel. Maar Ibiza is zo'n klein eiland en hebben jullie 20 hectare. Nee, 2. Of 2 hectare, 20.000 vierkante meter. Ja, het is een berg, hè. Het is een top van een berg. Ja. En het is hier natuurgebied, dus er wordt hier gewoon niet meer gebouwd. Dus. Kijk, hier kom je dus omhoog rijden zo. En dan rijden ze helemaal op, die berg op. Kom je hier terecht. Maar dit is dus het rommelhok, maar dat is niet heel bijzonder natuurlijk. De top van de berg staan we nu. Een hele berg. En hier zaten vroeger honden van de oude eigenaar. Maar hier doen ze niks meer mee met dit toppie. Dit soort details vind ik dan weer echt heel vet. Let op. Dit is een waterput voor het kraanwater en drinkwater. Dus dat is hartstikke diep. Kijk, dit is dit hele plateau.
Dit allemaal als één grote put. En dan komt er een vrachtwagen. Ja, ik vind dit soort details zo fantastisch. Er komt een vrachtwagen de berg oprijden om het drinkwater en het douchewater zo allemaal te brengen. Eens in de zoveel tijd. Omdat het is gewoon toog op de berg om leidingen aan te leggen en dat soort dingen. Dat geldt ook met de riool. Ze hebben een eigen rioleringssysteem hier. Met allemaal algen erin, die vreten dan die poep op. Dus die zijn, ja, je zit echt afgelegen. Dit voelt echt zoals zo'n scène van Pablo Escobar. Ik moet eigenlijk nu alleen nog een sigaar in mijn mond hebben en dan loop ik zo. En dan pak ik zo, moet ik eigenlijk even die koffer kapot maken, pak ik zo die P-Walter of wat het ook is. En dan poem! Oh, de lekker water. Dat is best diep nog, zo sta ik plat op mijn voeten. Hoe lang is dit zwembad? 20 meter of zo. Ik zit te lopen, maar het is heel diep en ik kom eigenlijk niet vooruit. Kijk dit view. Je ziet nu geen bomen meer, niks niet. Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Ik doe veel dingen die net al goed gingen, het was hier op het randje. Kijk, zo, dit is gewoon letterlijk infinity. Maar, ik kan die wel lelijk naar beneden pleuren, zo. Er zit gewoon zo'n randje achter, maar dat zie je natuurlijk niet als je zo doet, zo. Vet, hè? We krijgen bijna een hartaanval dat ik die camera zo dicht bij het water hou. Wauw, jongens, het is wel even tot rust komen, hoor. Oh, wat lekker dit. Zo. Oké, en dat was het dan voor deze vlog. We gaan lekker niksen, even bijkomen, want dat is echt hoog nodig. Wat een bizarre villa, jongen. Studio Tim de Vries, daar kan je Tim vinden trouwens als je zijn kunst wil checken. Super dik. Dikke shout-out nadat we hier gewoon mogen filmen en zo. We komen hier denk ik wel tot rust. Hoe vet is dit, jongens, allemaal. Bedankt voor jullie support. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende Hanus. Een video. Zo lang ook. Dat is zo erg, maat. Yo, goed.